Goedemorgen allemaal, het is zondagochtend 30 augustus en ik zit in dit appartement. Ja, ik kon het niet eerder laten zien, ik had geen enkele verbinding en het draadloos netwerk was hier kapot. En dan zegt dat mens tegen mij, want uiteindelijk had ik Vodafone weten te bereiken en die gingen weer iets aanzetten waardoor ik toch nog kon bellen. Die vrouw van Vodafone zegt, let op, want je betaalt je helemaal link kapot. Want je hebt 100 MB in zo'n buitenwereldbundel XL. Maar als je drie keer hoest, is dat op. Dus, alle macht. Een kuch. Dat kan niet, hè? Maar goed, anyway, zo. Wat was nou aan het vertellen? Oh ja, dus ik bel die vrouw op die dat hier verhuurt. En zij zegt tegen mij, je hebt het wachtwoord verkeerd ingetypt. Echt, ja, serieus. En er waren twee draadloze netwerken hier, zegt zij. De ene was nergens te zien. Dat zei ik dus. En toen zegt ze, oh, maar dan had je gewoon die andere moeten pakken. Alsof ik uit een ei kom. Maar goed, ik ga me er niet meer druk om maken. Het is hier wel leuk, kijk. Dit zou nou een ideaal appartement zijn. Oh, nou, er is geen tafelberg vandaag, want dat is mistig. Maar kijk, je moet kijken, alles is dus van die witte kasten. Door dat hele huis heen, dan heb je opbergruimte voor spullen. Maar ja, ik heb geen spullen meer, die heb ik allemaal weggedaan. Maar bij wijze van spreken dan, hè. Dan heb ik hier de keuken. Ja, Loes, ik weet het, het is enorm onpraktisch. Al die spetters. Oh ja, hier de oven. Wilde ik gisteravond een pizza bakken, doet die oven het niet, moest ik die vrouw weer bellen. Ze zegt tegen mij, je moet aan drie knopjes draaien. Ik zeg, ja, dat weet ik, want ik heb de gebruiksaanwijzing erbij gezocht. Oh, zegt ze, misschien moet je dan de knop omzetten dat die aanstaat, deze. Had ik natuurlijk al gedaan. Zegt ze, ja, ik weet zeker dat je iets verkeerd doet. Maar goed, dus toen heb ik de pizza heb ik weer hierin gedaan. Want die had ik wel. Maar ja, het is allemaal smeg. Kijk, smeg. Hartstikke duur. Hier, een espressoapparaat. Die koffie die eruit komt is gewoon lauw. Of dat ding is kapot, of ik ben het niet meer gewend. Kan ook. Maar laten we eerlijk zijn, het is een prachtig appartement. Kijk, ik laat jullie even mee rondlopen. Hier heb je dus het toilet. Ja, weinig interessant voor de gasten. Hier ga je de trap op. Het is allemaal van dat travertin op de vloer. Zo, dan heb je hier een leuke plek waar je zou kunnen zitten, een beetje donker, allang. Hier een slaapkamer, hier een slaapkamer, hier een leuke badkamer, kijk, met een geweldige regendouche. Dan hebben we hier dus het halletje waar je naar boven komt. En hier, mijn slaapkamer, zeg maar, met rettiketet, allemaal die kasten en een bad. Prachtig, toch? Heel praktisch ingericht, daar hou ik van. Alle lichten weer uit, want dat mag niet. Zo, ja, oké, hier ook. Juist, hier ook. Nou, en vandaag is dan de grote dag. Ik ga zo meteen nog even naar het winkelcentrum even een ontbijtje halen, want ik had vanmorgen mijn croissant al op en ik sterf nog steeds van de honger. En dan kan ik misschien vanmiddag hier nog even iets doen. Om 3 uur word ik opgehaald door Uber. Gelukkig heeft onze mail mij nog geleerd voordat ik naar Afrika ging hoe ik een Uber moest bestellen. Want ik merk toch wel, dames en heren, dat ik een dagje ouder word. Dus dat heb ik ook gedaan. En, oh ja, kijk, ik heb ook nog een open haard. Soort van. Ik zal hem meteen uitdoen. Niks zegt tegen me. Kun je erop braaien? Nee, natuurlijk niet. Maar goed. Dus straks komen ze me ophalen. Dan moet ik naar een... De Uber dan. Dan moet ik naar een stadium hier in de buurt. Stadium. Stadion natuurlijk. En dan worden we met z'n allen ingecheckt. En moet ik allemaal formulieren laten zien. Dan gaan we een bus naar het vliegveld. Worden we met z'n allen tegelijk ingecheckt. Dat is natuurlijk wel fijn. Want ik zit natuurlijk met dat visum wat ruim over tijd is, om maar eens een understatement te gebruiken. En ja, als het goed is vertrekken we 6:15, land ik morgenochtend om 6:00. En dan
moet ik daar die coronatest? Ja, de een zegt ze steken dat ding in je keel en het is echt onaangenaam. Nou, als iemand zegt echt onaangenaam, dan weet je al, dan is het verschrikkelijk. Mijn lieve tante Marietje zei, ja, tegen die tijd je denkt die staaf uit je oog komt, is het over. En bedankt. En vervolgens zei er dus iemand, maar volgens mij blogde ik dat al. Ik wist niet of ik moest kokhalzen of moest niezen. Overal snot en tranen en een sluis zegt. Als je dan maar geen winden laat ondertussen. Ja, dat is een flauw grapje. Wij lachen altijd enorm over mensen die winden laten. Het is heel kinderachtig, ik weet het. Maar goed, dus nou, ik ga op pad. En ik leef nog steeds, hè. Jullie zien het. Ja, het verbaast Nick ook, vriend en vijand. Het enige wat ze hier niet hebben is een föhn. Want ja, Nick is natuurlijk kei bezorgd en ik snap het wel, want ik ben natuurlijk, ja, ik loop hier buiten rond alsof er niks aan de hand is. En ik denk wel dat er iets aan de hand is, want je ziet natuurlijk wel van die vage figuren. Ik had er meteen al gistermorgen één opgepikt toen ik naar buiten stapte en ik dus ontdekte dat ik niemand binnen kon. Stond ik even verbaasd te kijken, komt er meteen één zo aangeschuifeld. Dus ik zeg meteen tegen hem, kan ik iets voor u doen? Dat hebben ze me ooit geleerd op de zelfverdediging. Dus hij dacht van niet, dus hij ging weer weg. Nou ja, voor de rest, ik heb mijn Krav Maga lessen nog onder de gordel, letterlijk en figuurlijk. Dus dat komt allemaal goed. Nou, ik heb er zin in en ik laat jullie straks wel weten of het allemaal goed is gegaan. Nou, sorry voor de lange video, maar ik had zoveel te vertellen. Groetjes, hè. Bye.